We gaan een rundcarpaccio maken vandaag. Een superlekker gerechtje. Wat hebben we nodig? Een goed stuk vlees. Want dit gerecht gaat om de kwaliteit van het vlees. Dus ik heb een stukje contrefilet, een 500 gram. Het is voor ongeveer 4 personen. We gaan het stukje vlees besprenkelen met olijfolie. Dan gaan we die insmeren, peper opdoen. Nooit denken dat het te veel is, want dat is het niet. Het blijft sowieso op de korst zitten. En aangezien we die dan toch in hele fijne sneetjes gaan snijden, ga je daar niet zoveel van merken. Zout. We gaan het kort aanschroeien, 2 minuten aan elke kant. De kruiden die ik gekozen heb voor de carpaccio, dragon en peterselie. Je moet eigenlijk genoeg hebben, aangezien het rond het volledige stuk vlees gaat moeten. Een beetje basilicum. Je hakt de kruiden best met de hand, want als je dat in de blender doet, dan maak je er eigenlijk een moesje van. En dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat je kruiden droog blijven en dat ze gemakkelijk rond het vlees blijven plakken. En eens naar het vlees kijken. Dus nu hebben we het aangeschroeid. De sappen blijven in het vlees. Dus als we het straks gaan snijden, dan is het van binnen mooi roze en heel sappig. En dat is de bedoeling. Daarom heb je ook een goed stuk vlees nodig. We moeten het nu 3 à 4 uur in de diepvries steken, zodanig dat het ingevroren is en dat we het heel gemakkelijk gaan kunnen snijden. Ik ga mijn plank een klein beetje nat maken, want we gaan daar de folie op leggen. En als de plank niet nat is, dan gaat het plastiek gaan wandelen. Neem het redelijk ruim. Dan gaan we er de kruiden op leggen. En een stuk vlees redelijk naar voren. Aangezien we het gaan dichtleggen aan deze kant. Zo. En dan moet je daar een klein beetje mee spelen. Dat de kruiden rond het vlees komen. En nu maak je daar een snoepje van. En dan gaan we daar nu aluminiumfolie rond doen. Mooi pakketje. Deze gaat nu 3 à 4 uur in de diepvriezer. Maar je kan evengoed 's avonds de voorbereiding doen en die er dan 's ochtends uithalen, zoals ik gedaan heb. Deze kunnen we beginnen snijden. Als je een snijmachine hebt, dan is het natuurlijk ideaal om de carpaccio heel fijn te snijden. Wij gaan hem iets grover snijden, omdat we hem met de hand snijden. Beide folies gaan eraf. Dus we hebben nu zo een kort, dik stukje vlees, wat wil zeggen dat we redelijke grote sneden gaan hebben. Dus je snijdt het diep gevroren. Je legt het op het bord en dan uiteindelijk smelt het bijna onmiddellijk. Je kan het nog niet onmiddellijk serveren. Even wachten tot het zacht is. Nu leg je daar ook een beetje rucola, olijfolie, over de carpaccio. Dan gaat die ook sneller smelten. En dan als einde parmezaanse kaas. Dit is de vleesversie carpaccio. Ben je vegetariër, dan doe je het met vis. Ben je veganist, dan kan je het met groenten doen. Venkel is zeer lekker in carpaccio. Rode biet is ook zeer lekker. Wil je het iets weelderiger, dan kan je er zwarte olijven en eventueel pesto van zongedroogde tomaten bij leggen. Maar ik vind het lekkerst puur. Het gaat uiteraard over de kwaliteit van het vlees en niet over de tralalaatjes die erbij komen. Smakelijk!